lekker een hele foute porno intro. Goedemorgen. Ik ben net wakker. En ik ben vrij vandaag. Ik ga even rustig opstaan. Het huis opruimen. En dan ga ik even ontbijten. Dan komt er een vriendinnetje langs. En dan gaan we samen even een filmpje opnemen. En ik hoop dat je dat leuk gaat vinden. Want het is het eerste keer dat ik echt dat samen met iemand ga doen. Dus ik moet zelf ook nog even kijken hoe het wordt. Gisteravond mijn eerste filmpje bewerkt. Ik vind hem zelf heel leuk geworden. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. En het is nu 8 uur en die vriendin komt om 1 uur. Nou, ik moet even douchen. Ik denk dat het wel goed komt. Nou, ik zie jullie in ieder geval zo weer. Zo, de keuken was toch viezer dan ik had gedacht. Dus het was wel even nodig, een schoonmaakbeurtje. Nu ga ik snel even douchen en aankleden. En dan ga ik nog even stofzuigen. En wat ik even vergeten was, is de was. Dus daar gaan we ook weer even mee aan de slag. Zo, ik heb even lekker gedoucht. Ik heb deze prachtige trui aan die ik ooit van mijn zusje heb gekregen. Love it. Ik heb even makkelijk aangekleed omdat ik zo ga make-uppen en mijn drag outfit aan ga trekken. En dat zit altijd al lekker strak en zo. Dus ik dacht, ik ga nu lekker voor comfy. Ik ga even de was opvouwen. En dan, dan ga ik beginnen met het klaarzetten van de tafel en van de props die ik nodig heb voor de video. En voor ik ga beginnen met de was, ga ik eerst even ontbijten met een yoghurtje met druiven en groene thee. Lekker healthy, maar om even eerlijk te wezen, ik vind yoghurt niet te fretten. Maar het is that time of the year again, dus we proberen er weer wat vanaf te krijgen. Niet dat het moet, maar ik vind het gewoon zelf een fijn idee. Dus dat ga ik eerst even doen en dan ga ik echt de was ophangen. Zo, de was is gedaan, tanden gepoetst, ontbeten en inmiddels zijn de plannen een beetje gewijzigd. Mijn vriendin komt ietsje eerder zodat ze hier de was kan doen en een video kunnen opnemen. Dat betekent dat ik een beetje haast moet gaan maken. Ik ga dus nu de kamer veranderen in de setting zoals ik hem wil en nog even snel stofzuigen. Thuis is een beetje opgeruimd, maar ik ga eerst even verder met de vlog. Ik wil hem eigenlijk vandaag uploaden, maar ik doe altijd even een dubbele check bij de mensen die in mijn vlog zitten. Of ze het goed vinden, hoe ze erin staan, of ze überhaupt oké mee zijn dat je ze kan horen. En ik ga het nu dus een beetje aanpassen. Kan ik hem hopelijk nog uploaden voordat mijn vriendin er is en we de video gaan opnemen. Want terwijl we bezig zijn met een nieuwe video, kan deze op YouTube gezet worden. Dus daarmee ga ik nu aan de slag en keep you posted. Zo, de video is bijgewerkt. Mijn vriendin is onderweg. Ik ga nog even de tafel aankleden, zodat die leuk uitziet voor de video. En dan ga ik me opmaken. There's my bitch. Hallo? Hallo? Hi. Ik probeer een spraakmemo te maken, maar het doet niet. Oké.
Ik ben dus overdag in een... Altijd zo leuk als deze meid langskomt. Oh. Hola, Annie. Shit, hoe is het? Hola. Oh. Treed binnen. Nou, my friend, Fatty de Vetklep is finally here. En ze heeft even allemaal mooie spulletjes meegenomen, dus laat het zien, schat. Snapjacks. Oh, mijn god. Sla voor onze pasta. Water to stay healthy. Yes. Thee om af te vallen. Oh mijn god, gaan we lekker poepen. Pesto, twee soorten voor de pasta. Oh, ik vind die lekkerder. Blindertjes om te houden van... Oh, strikjes. Ik had al pasta, maar deze is wel lekkerder. En het past allemaal niet, dus ik heb hier komkommer, basilicum met tomaten. Oh my lord. Oh, that's en mozzarella. So oh, daar hou ik van. En nog meer mozzarella. Oh my god, trillende eierstokken. En een hartje die kan bewegen. Oh my god, dit gaat de volgers opleveren. Mmm, ik moet nog helemaal opmaken en zo. Maar je mag eerst mijn eerste vlog zien. Nice. Ga je het drogen of voel je het als een wasrek? Kan die ook drogen? Ja, dit kan ook drogen. Dat deed ik nooit toen ik hier sliep. Oké. Is dat het? Ja. Zal ik hem aanzetten? Ja. Wacht, stop. Oh mijn god, nee. Wacht, niet op de film, want ik moet naar. Wajo, in één keer wordt het donker. Wajo! Dat komt omdat Fatty binnenkomt lopen. Heb jij je wasmiddel? Ja, dat zit hier boven. Zit iedereen in mijn kont? Nee. Maat! Hier zo. Oh mijn god, wat is dat? We gaan even wat voorbereidingen treffen. Ze gaat even mijn eerste vlog bekijken. En dan zien jullie ons zo weer. Hopelijk ben ik dan all ready. Zo, tot zo. Oké, Fatty gaat nu dus voor het eerste keer mijn vlog bekijken als een van de eerste. Wat een eer, meisje. Je hebt echt een eer. Hey everybody, it's me again, the iconic... Candy, you know. Kijk, die dikke vomp ligt nog steeds op de bank. Maar ik ben helemaal klaar. Het heeft ongeveer 4,5 uur geduurd. Maar dan heb je ook wat, al zeg ik het zelf. Dus, dit is mijn filmpje, bitch. Maar we gaan even een fotootje opnemen. Zodat het lijkt alsof ik een vlogje aan het uploaden ben. Dat ik dat helemaal niet aan het doen ben. Maar het is wel goed voor de Instagram-volgers. Volg me nog niet op Instagram. Kijk even in de link hier beneden. Oh mijn god. God, is dat u? Maar, grapje, het staat ook om me halen. Kijk even op mijn Instagram, hier beneden zit een linkje waarmee je kan naar mijn Instagram toe kan gaan. En anders aan het eind van de video zie je mijn Instagram naam. We gaan ons klaarmaken en dan beginnen we zo de video. Hou vast. Oké, hoe film ik dan? Doet hij dat zo? Oh, daar zei ik. What the fuck? Je bent nooit mijn echte vriendin geweest. Oké, we zijn nu bezig met een fotoshoot. En we doen nu alsof ik aan het vloggen ben. En dat weet ik nu ook echt. Maar nu heb ik elk engel wel te pakken. Nog eentje. Up in the eye. Up in the sky. Moet ik de andere kant doen? Of? Ja. Waarom ga je dan mee met die camera? Oh, het leven van een blogger. Het gaat niet over rozen. Lach echt. Ik lach echt trut. We zijn er dus bezig met de foto maken voor de video. Maar het is echt hilarisch. We proberen van alles, maar de ideaal zit er nog niet tussen. Dus we delen het even met jullie hoe we dit voor elkaar proberen te krijgen. Oh my god. Hij is klaar. Oh, dingen zo, dan zetten we alles klaar. Schat, we beginnen al. Hij staat al aan. Oh. Deze gaan we weer zo. Ladies and gentlemen. Nee, dit is ladies, gentlemen, everything in between. Oh, oké. Zo, we hebben alles verzameld. En we gaan nu door met... Fatty. Weet je wat? Weet je wat ik dat denk? Je denkt aan een hele foute porno in te gaan. Maar echt koekjes bakken. Maybe later, darling. Hey, faster. Oké.
I'm back! Wat ben je aan het doen? Nou, ik ben een glazuur aan het maken, schat. Maar moet dit? Het lijkt wel harde sperma. Ja, dat is de bedoeling volgens dat ding. Zo hard? Zo hard ken je het niet, hè? Nee. Het loopt altijd makkelijker uit. Zo, zijn we klaar met de vlog? Het is één grote teringbende weer hier. Maar we hebben er wel iets leuks van gemaakt, toch? Dat dacht ik. We gaan nu lekker eten wat we hebben gekookt. En even kijken naar First Love, right? Yes. Nee, Married at First. Oh ja, Married at First Sight. Ik ben heel benieuwd, ik heb nog niet gekeken. Ik vind het wel een beetje absurd programma, maar wij zijn ook absurd. En Fatty is nu even nog eten aan het voorbereiden. En we wilden eigenlijk nog naar buiten gaan, maar het schijnt dus zo te gaan regenen. Dus dat is een beetje balen. Maar ik ben in ieder geval al super blij dat Fatty me wilde helpen met de video. Dan kan ik weer even door. We gaan nu eten. Eet smakelijk. Kom maar, pas op! Moet ik niet in de deken? Nee, dat hoeft toch niet? Dat lijkt alsof we gaan slapen. Hoezo? Het is gewoon overdag. Maar... ik had gewoon dat ding eroverheen gooien. Waarom heb ik geen shirt uit? Ja, dan kon ik een dekentje om, alles weer te delen. Maar ik kom boetje laten zien. Ja, doe maar. Heb je nog een dik voor? Nee. Fatty. Oh mijn god! Oh mijn god, gaat het? Oké, even bunny. En nu, niet deze bunny. Nee, nu zie je al. It's time for chocolate! Ja, nu is goed. He just killed the bunny. Oh. We zijn nog steeds even aan het genieten van onze wedding at first sight. Hoe heet het ook weer? Wedding at first sight, zoiets. Ja, met een heerlijk chocoladefonijntje dat we zo net hebben opgeslagen. Een lekker theetje. En het is afstandthee, toch? Had je meegenomen? Ja, afstandthee, omdat we zoveel chocola eten. We kunnen lekker skaten zo meteen. Hopen dat het werkt, daar ben ik echt aan toe. Oh, ik vind het warm, en maar buiten regent het wel en het waait hard. Ja, dus het is een beetje wisselvallig weer. Net zo wisselvallig als mijn moed. Oh, nou, ik vind het een lekker stuk chocola. En van deze avond. En ik ga even het nieuws bekendmaken dat mijn eerste vlog online komt vanavond om 12 uur. Ben benieuwd. Oh, kijk dit nou. 1, 2, 3, 4, maar dit 5, komt nog veel 5, later. Jullie hebben hem al kunnen zien. Wie is hun? Die 5 kijkers. Ja, maar ik snap het even niet. Ik maak gewoon een video van de dag. Ik hou niet echt rekening met een rooster of zo. Dus vandaag, dat is... hoeveel is het vandaag? Woensdag. Ja, hoeveelste? Jezus, 24. Gaat mijn eerste video online. Of eigenlijk morgen. Oh, lekker. Oh, ik heb net zoiets heftigs gezien. Dit programma. Ewout N. En dan gaat het in deze aflevering specifiek over homogenezing in Nederland. Het is zo heftig. Ik ben er stil van. Wat er allemaal in wordt gezegd. En wat er allemaal nog in wordt gedaan in Nederland. Om zogenaamd homo's te genezen van hun homoseksualiteit. Of mensen te genezen van homoseksualiteit. Het is bizar. Het is echt... ik kan het niet geloven dat het nog steeds gebeurt hier in Nederland. En dat doet me echt oprecht gewoon pijn om te zien. Helemaal met het idee dat er ook mensen zijn die ook gewoon een einde aan hun leven maken. Doordat de kerk en doordat hun geloof hun vertelt dat het houden van wie ze houden... iets is wat komt omdat de duivel hun heeft aangedaan. Of dat komt omdat God een beproeving voor hun heeft. Nou, ik vind het bizar. Echt. Tranen stonden in mijn ogen. Heel heftig, maar heel goed dat de aandacht wordt besteed. Zo, lieve mensen. Het is inmiddels alweer 1:15. We gaan eindelijk slapen. Mijn lieve vriendin is heeft besloten ook te blijven slapen. Dus, nou, dat wordt gezellig. We zijn niet naar het park geweest uiteindelijk, omdat het alsnog begon te regenen. Toen we eindelijk klaar waren met video's opnemen. Dan gaan we lekker slapen, even stomende seks hebben natuurlijk. Dat begrijpen jullie ook wel. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende video. Doei doei!